Rond 1900 kent Hengelo een bloeiende en snel groeiende industrie. Hierdoor stijgt het inwonertal explosief en ontstaat er een grote vraag naar goede en betaalbare arbeiderswoningen. Een van de grootste werkgevers in de regio, machinefabriek Gebroeders Stork Co., besluit in 1911 tot de aanleg van een tuindorp. De sociaal voelende directeur C.F. Stork, beter bekend als meneer Koen, koopt naast de fabriek een terrein van circa 15 hectare waar hij deze nieuwe woonwijk voor zijn arbeiders wil laten bouwen. Het van oorsprong Engelse concept van het tuindorp wordt rond die tijd op meerdere plaatsen in Nederland uitgevoerd. De architect Karel Muller en de tuinarchitect Pieter Watté krijgen de opdracht een ontwerp te maken voor de bouw van een woonkolonie waar arbeiders, beambten en directieleden samen kunnen wonen. Het project heeft als doel de aanleg ener kolonie van goede woningen voor arbeiders en beambten waar elke benauwdheid van smalle straten of eng gebouwde huizen plaats moet maken voor licht en lucht, zulks met een betaalbare huur. De nieuwe woonwijk heet Tuindorp het Landsink. De circa 820 woningen worden in een gesloten bebouwing neergezet. Het aantal woningtypen is beperkt. Het Twentse Tuindorp is geïnspireerd op het Engelse voorbeeld van de Tuinstad. Vorm en karakter van de wijk worden bepaald door veel openbaar groen. Een grote vijver met een openluchtzwembad en de gebogen lijnen van het stratenplan. De huizen worden gebouwd in een soort cottage-stijl met gebruik van traditionele bouwmaterialen zoals baksteen en hout. Veel van de huizen hebben een voor- en een achtertuin. Het resultaat is een goede en gezonde woonomgeving met eigen winkels, een school en een badhuis. Het ontbreken van stedelijk vertier, zoals cafébezoek, en de nadruk op de gedachte van het gezin als hoeksteen van de samenleving, moeten bijdragen aan de vorming van een fatsoenlijk burgerlijk karakter.